Landbouwminister Carola Schouten opende afgelopen vrijdag op sfeervolle wijze samen met haar Duitse collega Julia Klöckner het Holland Paviljoen op de internationale Grüne Woche in Berlijn. Ja, het is altijd een feestje om op de Grüne Woche te zijn. En, het is altijd fantastisch om de stand te zien, om echt te laten zien wat we in huis hebben. Bijna letterlijk. Alle huisjes die representeren ook weer een bepaalde sector. Wij staan hier van de groente tot vlees, tot nieuwe concepten, tot innovatie. We spreken hier ook gewoon veel bedrijfsleven, waarin je ook weer, ik in ieder geval ook alweer een aantal gewoon hele concrete zaken hoor. En dat ik denk, oké, dat is ook weer iets goed om rekening mee te houden. Zoals, kunt u een voorbeeld noemen? Nou, ook wel hoe wet- en regelgeving soms uitwerkt. Hoe dat ook in bepaalde concrete gevallen soms ook alweer knellend is. En hoe je daar ook alweer mogelijke oplossingen voor kunt bedenken. We hebben vandaag ook hier een sessie over de ketensamenwerking. Dus de samenwerking van de boer tot en met de retail, tot en met de supermarkten. Wat gebeurt er allemaal en waar ligt de toekomst ook? En dat is ook belangrijk, dat we ook echt blijven nadenken. Niet alleen over het hier en nu, maar ook hoe ziet de toekomst van de landbouw eruit? Wat mij gisteren opviel is naar aanleiding van de speech van de Duitse minister van Landbouw dat eigenlijk toch heel veel dezelfde thema's spelen, hè? Ja. Ook in andere Europese landen. Ja. Ik spreek regelmatig met mijn Duitse collega inderdaad over de thema's die haar bezighouden. En dat zijn toch wel heel vaak ook de thema's waar wij mee te maken hebben. En waar onze boeren ook mee te maken hebben. En we zitten natuurlijk midden in een discussie ook over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat is nu heel actueel in Europa. Dat is ook behoorlijk bepalend ook voor hoe het straks gaat met de middelen die voor de land- en tuinbouw beschikbaar zijn. Dan zie je ook wel weer dat zaken uiteenlopen. Ook wel over bijvoorbeeld of een land zelf een hele grote interne markt heeft. Of dat je meer een exportgericht land bent. Maar een aantal zorgen over, kunnen we ook, we moeten ook wel echt een aantal stappen de andere kant op gaan zetten. Ook meer in balans met die leefomgeving produceren. Maar hoe stel je boeren daartoe in staat? En wat betekent dat ook weer voor consumenten die eisen stellen? Nou, dat soort zaken bespreken met elkaar en daar zie je ook wel weer veel overeenkomsten. Ook bekend is gemaakt vandaag dat de export Nederland weer een record heeft. Verwacht u dat dit de laatste keer is dat we zo'n record gaan halen, gezien alle ontwikkelingen in met name de veehouderijen? Nou, ik snap de vraag, want we zien natuurlijk ook bijvoorbeeld dat nu, als ik nu al kijk bijvoorbeeld naar de regeling voor de varkenshouderij, dat daar natuurlijk best veel inschrijvingen zijn gekomen van mensen die daar ook aan mee willen doen. En tegelijkertijd is het niet allemaal volume wat wij exporteren. En het gaat ook vaak om de manier hoe wij het exporteren of hoe we het produceren en wat we exporteren. Je ziet bijvoorbeeld nu ook dat wat we hebben geëxporteerd, dat de prijs daarvan ook hoger is. Dat heeft natuurlijk ook invloed op de hoogte van de export. En ik geloof heel erg dat Nederland altijd een handelsland zal blijven. Dat zit gewoon in onze genen. En tegelijkertijd ook dat wij de zaak ook altijd heel goed kunnen verwaarden. En ik ga er echt vanuit dat we dat straks ook weer kunnen zien in de cijfers. Misschien zijn het niet allemaal meer dezelfde producten en concepten als dat we nu hebben. Maar wel weer nieuwe zaken waar we ook weer voorop lopen en waar we de toekomst ook weer mee in kunnen. Wat neemt u vooral mee hiervan, Daan, zeg maar, van de Grüne Woche? Nou, in alles wat wij doen kunnen wij niet zonder elkaar. En dat zie je bijna fysiek hier, omdat alle schakels, alle onderdelen van de keten en agrofood hier aanwezig zijn. Maar ook wel dat we altijd oog blijven houden. Wat betekent het nou voor die producent? Want wij kunnen de grootste ideeën hebben. Maar we moeten uiteindelijk ook zorgen dat die producent in staat is om die producten te leveren. Want zonder die producent is er geen verwerker, is er geen retailer die dat verkoopt. Dus we hebben elkaar daarin nodig en laten we elkaar daar ook toe in staat stellen.